ik wil heel graag naar voren halen Bastiaan de Haan, Julia Berendsen en Jasmijn Uttermark voor Liefde Wint. INL Entertainment kennen wij als een enthousiaste, beginnende producent. Maar ja, beginnend zijn ze niet meer, want dit is hun tweede productie. Robin Hood en het verdwenen goud. Alweer middeleeuwen. Ik zorg dat jouw leven... Julia, leuk je weer te zien na Ordinary Days. En nu als Robin Hood. Ja. Dat moet je even uitleggen, want ik heb mijn hele leven lang gedacht dat Robin een jongetje was. Ja, dat is het eigenlijk natuurlijk ook. Maar ik ben een beetje de moderne versie. Dus dat is wel heel gaaf. Ik denk dat het voor jonge meisjes ook wel heel stoer is als er een keer een meisje de held van het verhaal is. Ja. Dus dat ben ik. Dit is mijn thuis, hier is het ooit gestart. De herinnering aan een mooie tijd, wat voel ik me verlangd. In hoeverre ben je een held? Een held heeft altijd een avontuur, een pot goud ergens te vinden en heeft vijanden. Nou, precies dat. Ja, ik heb een pot goud ergens te vinden en ik heb avontuur en ik heb vijanden. Dus, ja, zelfs verdwenen goud, verdwenen als ik op de titel afga. Ja, verdwenen Vertel. Goud zelfs. Ja, ik kom bij mijn oma in Nottingham. Ik weet in het begin nog niet wat er aan de hand is. Ik weet alleen dat ze moet verhuizen. En zij heeft gevraagd of ik haar wil komen helpen. Dus ik kom daar aan en dan kom ik er eigenlijk achter waarom ze moet verhuizen. Namelijk de gemene burgemeester wil alle mensen uit hun huis zetten. En een groot pretpark bouwen in Nottingham. Een Robin Hood pretpark. Om lekker het verhaal van Robin Hood uit te melken, zeg maar. En ik kan er natuurlijk niet mee akkoord gaan. Dus ik beloof om mijn oma te helpen en ga op zoek naar de schat, naar het goud van Robin Hood. Dat is een legende die in Nottingham leeft. En ik ga zo proberen om het dorp te redden, zodat ik met dat goud de mensen vrij kan kopen, zeg maar. Hier start een nieuwe dag, hier start een nieuw begin. Hier start een grote reis met avontuur erin. Geen middeleeuwen, geen Little John hoor nee, ik hier. Ik zit niet in de middeleeuwen, maar de middeleeuwen komen er wel in voor. Aha. Maar dat deel laat ik aan Bastiaan over. Okay. Daar speelt hij Robin. Ja. Dus dat loopt eigenlijk een beetje zo langs elkaar heen. We hebben net gehoord van Julia wat haar hedendaagse problemen zijn. Ja. De problemen van de middeleeuwse Robin Hood, evident hè? Stelen van de rijken om te geven, aan de armen. Ja, dat is waar Robin Hood zich mee bezighoudt. Alleen, hij probeert al heel lang met zijn vrouw, Lady Marian, zijn ze op het punt gekomen dat ze graag een gezinnetje willen stichten. Oh, het verhaal dat ik al jaren ken is dat jullie nog... Nou, als maagden achter elkaar aan. Ja, dat hebben we. Dat stuk is al voorbij. Jullie zijn een sequel. Ja, we zijn een sequel inderdaad. Wat betekent dat Robin in dit verhaal een beetje voor de splitsing komt te staan. Van hij is natuurlijk altijd dat hele jonge geweest. En hij moet nu voor zijn daden ook een familie straks beschermen. En dat gaat niet als je nog steeds... Er komt een Robin Junior aan. Er komt een Robin Junior inderdaad. En dat gaat niet als ik alleen maar als Robin blijft stelen en gevaarlijke dingen, ja, komen die consequenties. Dus andere avonturen. Dat lieve wind, lieve wind. Op een donkere dag mis je soms je lach. Ga dan overstappen. Lieve wind, lieve wind. Ben je in de middeleeuwen weer gebleven? Yes. Hoe zit dat? Ik wil toch ooit eens een volwassen drama van INL Entertainment. Maar dat gaat er nog wel een keer komen. Maar ik vind dat je even moet specialiseren in iets waar je hart ligt. Mm-hmm. En waarvan je weet van, oh ja, als ik dat doe, dan is de kwaliteit in elk geval voldoende. Maar ik zou het te gek vinden om dat in de toekomst uit te breiden. Ik heb nog zo ongelooflijk veel plannen. En dus ook een volwassen productie. Ja. Ik start mijn reis vanuit een oude boek. Verhalen uit een andere tijd. Ik ga voor u op zoek. Van de zomer heb ik erg genoten van jullie Ordinary Days. Dankjewel. Daar speelde jij een jong volwassene met bijna volwassene problematiek. Klopt, nu ja. Speel je een jonge deerne. Ja. Is dat schakelen voor een actrice als jij? Ik vind het wel even schakelen. Ik moet terug naar een jaar 15, 16. Dus dat is natuurlijk wel vrij jong.
Dus ik ben heel erg nu, we hebben nu één repetitiedag gehad. En ik ben vooral heel erg aan het zoeken in mijn fysiek, hoe ik weer jonge, vrolijk. Hoe is dat? Leg eens uit. Wat is de fysiek van een 15-jarige? Iets minder gecontroleerd, denk ik. Niet per se dat ik alle kanten op moet gaan, maar het is wat, wat meer naar buiten toe, iets minder gereserveerd. En je stem, je spraak? Probeer ik ook wel iets aan te doen, ook weer niet te veel, want het moet natuurlijk ook niet heel gekunsteld worden. En ik moet zeggen dat toen ik zelf klein was, heb ik eigenlijk altijd al een vrij volwassen stem gehad. Dus als ik naar mezelf kijk, hoeft dat ook weer niet per se. Maar ik probeer wel iets hoger in mijn stem te zitten. Ja, ja. Ja. Dus na je quarter life crisis, je one-eighth crisis. Ja, precies, ja. Je start een nieuwe dag, je start een nieuw begin. Je start een grote reis met avonturen in. De redding van dit dorp is weer nabij. Want ik zorg voor alle mensen en krijg heel Nottingham weer bij. Bastiaan, jou ken ik helemaal niet. Is dit een debuut of heb ik iets gemist afgelopen seizoenen? Dit is denk ik wel mijn debuut als voor het eerst buitenschool. Ik heb ook zoals Julia, zoals Toby, zoals Jasmijn allemaal de Frank Zands Academie gedaan. Aha. En daar kun je me van kennen, maar dit is nu mijn eerste echte productie buitenschool. Ja, ja. Mijn stage voorstelling. Er zijn heel veel goede musical acteurs. Die hebben we ook allemaal gezien met prachtige zangstemmen. Maar bij heel veel van die acteurs dacht ik, je bent goed, maar je bent geen Robin Hood. En toen kwam Bastiaan. En juist misschien nog wel door zijn onervarenheid, door zijn springerigheid. Ik bedoel, ik ben laatst met hem naar de Efteling geweest als het team uitje. En die jongen die hebben het alle respect, die banjen door dat park. En oh, dit is te gek en dit is te gek. En toen dacht ik, ja, dit is Robin Hood. Die jongen die het leven niet al te serieus neemt. Gaat voor zijn doel, gaat voor zijn idealen. Dus ik vind dat heel erg interessant juist om dan met zo'n nieuw talent te werken. Op een donkere dag mis je soms je lach. Ga dan door.